Hij is een supersnelle rechtsbuiten. Speelt bij Feyenoord. En debuteerde in Oranje toen hij al 30 jaar was. In dit stadion! Oh ja, en hij scoorde ook nog. Over wie ik het heb? Ruben Schaken natuurlijk. En ik heb een interview met hem. Ga je mee? Ik ben er hartstikke trots op. Op je debuut? Op mijn debuut. En deze foto's, tenminste afbeeldingen, zeggen alles eigenlijk. Ik wist van tevoren al dat ik zou gaan spelen. Meneer Van Gaal is daar heel duidelijk in. Dus ik was op de dag zelf heel zenuwachtig natuurlijk. Heel Nederland kijkt mee. En wat moeten we met die 30-jarige natuurlijk? Die beleving was erbij heel veel. Maar goed, daar stoor ik me niet aan. Maar ik had wel een soort van... een soort van lichte druk voor mezelf, van Ruud, je moet het nu wel laten zien. Dus, natuurlijk was het een mindere tegenstander, maar goed, ik denk dat ik het wel redelijk gedaan heb. En je sprong hier assistent bondscoach Patrick Kluivert in de arm, waarom deed je dat? Fantastische spits geweest, mooie carrière gehad. En hij zei eigenlijk één dag voor de wedstrijd van, jij gaat scoren morgen. Dus ik keek hem aan en ik dacht van, vriend, ik ben al blij als ik gewoon een mooie pot speel. En scoren zal alleen maar bijzaak zijn, dus dat zal wel. En uiteindelijk viel die goal, denk je toch aan hem, maar hij had het twee keer gezegd en ik ging naar hem toe en sprong hem in de armen. En het was voor mij een heel mooi moment. Ja, wat eigenlijk heel bizar. Een paar jaar geleden speelde je nog bij VVV. Ja, zo snel kan het gaan. Hè. Ik heb altijd in mezelf geloofd. Ik ga niet zeggen dat ik altijd heb gezegd dat ik het Nederlands elftal zou halen, want ik was zelf ook verrast. Maar ik heb wel geprobeerd om vooral de laatste jaren in mijn carrière er alles uit te halen. En dat zo'n beloning dan komt, dat is dan natuurlijk extra mooi meegenomen en het is me heel veel waard. Heb je nog een tip voor de jonge leeuwen thuis? Ja, dat heb ik zeker. De tip is dat ze dus altijd dat je altijd in jezelf moet blijven geloven. Ondanks alle obstakels die je tegenkomt. Hard werken wordt beloond, zeg ik altijd. Je ziet het aan mij. Ik ben 30 jaar en ik heb toch mijn debuut mogen maken in het Nederlands elftal. Dus niks is onmogelijk.